Yo mis, Jarask hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Sharpshooter Winstreak serie. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Gamer. We gaan vandaag natuurlijk weer proberen om 2 Sharpshooter potjes achter elkaar te winnen. Want we zijn lekker bezig. Op het moment dat wij 1 Sharpshooter potje verliezen, is deze gehele serie in 1 keer bats boom afgelopen. Dus ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. We beginnen met de Type 25. En dan moet het goed komen. Dat is het, hoop ik. Dat is in ieder geval de planning dat het goed gaat komen. Kom, dan komt via rechts. Wow, zag je hem laggen? Wow. Wow, deze vent die moet even internet gaan kopen, gek. Wat gebeurt er nou met mijn hand, man? Maar die kan geen internet betalen, denk ik. Zo, de knetter. Oh, joh, dat was een lucky kill, gek. Als ik had doorgeschoten, was ik out of ammo komen te zitten. Dus gelukkig schoot ik niet door. Zo, we gaan weer lekker, man. Echt waar, jongen. Ik hou van sharpshooter op het moment, man. We gaan zo lekker de hele tijd, man. Als we dit gewoon zo kunnen blijven doorzetten, als hoe wij dat nu aan het spelen zijn, dan kunnen we serieus gewoon 50 potjes achter elkaar winnen. Moet ik nu wel even afkloppen, eigenlijk. Want zo meteen verneuk ik het, namelijk. Lekker triple kills, want hier is goed 1. Kom. Ah, hij spant hier niet. Kak. Ik moet hem nog even afkloppen, man. Oké, even afkloppen. Zo, oké, top. Anders verliezen we zo meteen, omdat ik dat net heb gezegd. Dus daarom moest ik hem even. Daarom moest ik hem even afkloppen, jongens. 3, 4, 5, 6. En we kunnen weer. Zo, jongen, we hebben nog 2 kogels nu. Oh, jij staat stil. Oké, top. Dan blijf je lekker stilstaan, joh. Geen enkel probleem. Oké, dit is niet zo handig wat ik nu doe. Fuck. Dit is niet zo handig. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. 7 seconden nog. Nog 1 kogel. Ah, jammer. Oké, volgende wapen. Wat is dit? XPR met Extended Max. Ik ben een sprayer geworden, by the way, jongens. Normaal gesproken zou ik nooit sprayen met zo'n wapentje. Alleen, het punt is, iedereen doet het de hele tijd als ik zo'n wapen krijg. Dus ik ben nu zelf ook veranderd in een sprayer. Krijg ik een XPR, ga ik ermee lopen sprayen. Waarom? Omdat iedereen dat doet. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. What the fuck, die vent loopt gewoon weg voor me, man. Oké, dan loop ik ook weg voor jou, vriend. Dan vertrouw ik het namelijk niet. Zo meteen lokt hij me in een val daar, hoor. En dan ga ik dood. Wat is deze gozer aan het doen nou? Vriend! Vriend, ik weet dat je er bent, want je loopt namelijk. Alleen je loopt niet door, man. Je moet wel doorlopen als je loopt. Of als je, ja, wandelt is het eerder bij hem. Ah, kak tegen het bankje aan. Kak tegen de trap aan. Gaat wel lekker met die RPG zo. We gaan hier sowieso dood, dat ga ik nu alvast zeggen. Maar we moeten er het beste van maken met die RPG. Want een RPG en killen en niet doodgaan is eigenlijk onmogelijk. Maar wie weet, vandaag gaat het een keertje goed. Maar dan moet ik het nog 20 seconden volhouden. Dat is eigenlijk zo goed als onmogelijk. Kak, dat is een hitmark. Ik moet hier nu weg. Ik had de kill. Oh, nee, assist is suicide, die lul. Hij blies zichzelf op. Hij heeft een trappetje. Wow, geluk. Kak, ik ben dood. Nee, ik ben dood. Ja, oké, kut. Die kill had ik gewoon moeten krijgen, maar oké, dat spel haalt me. In ieder geval, we hebben nog 2 minuten op de klok staan. We krijgen de hammer. Ik ging serieus weer in de laatste paar seconden dood. Dus dat houdt in dat we eigenlijk al zo goed als dit potje hebben gewonnen. Want niemand kan nog even 320 punten scoren. Denk ik. Althans, dat zegt mijn gevoel. Oh, je bent al weg. In zo'n korte tijd, dus ik heb het gevoel dat we al zo goed als hebben gewonnen. Alleen dan moet ik hem eigenlijk weer afkloppen, want dan gaan we dus dood, ja. Je moet nooit dingen zeggen voordat het echt daadwerkelijk is gebeurd, jongens. Want dan ga je dood namelijk. En dan ben je nooit zo blij mee als dat gebeurt. Ik spreek uit ervaring. Nee. Die gaan we niet challengen, want ik was al bijna dood. De ballen, tot de volgende keer. Sorry, Yara. Sorry. Lion Big Square. Als met je Yara in je clan op staan, jongen. Vind ik vet. Dat vind ik nou leuk, hè. Nee, je gaat me alleen niet kunnen killen, jongen. Je kan het proberen, Lion. Of Liam. Liam, sorry. Maar dat gaat je niet zomaar even in 1 keer lukken. Liam, je kan het proberen. Komt hij sowieso hier weer aan, let op. Zit hij hier? Oh, nee, hij zit er niet, jammer. Dan had ik hem nog een keer kunnen killen. Ik kill de hele tijd dezelfde achter elkaar, dat vind ik altijd wel grappig. Oh. En toen moest jij ook reloaden, hè? Ja, dat wist ik. Liam, je kan het proberen, maar lachen, man. Die vent die blijft het proberen om het te kunnen killen. Het lukt hem alleen niet, gewoon. Nee, kak, ik dacht dat ik hem had. Ik dacht dat ik hem al had. Ik was ook al aan het reloaden bij die gozer. Alleen hij was al niet dood. Jammer. Oh.
Wat is dit? MP7 met een millimeter scanner. Aha. De attachments in sharpshooters zijn wel altijd briljant. Nou, gelukkig ben ik er ondertussen wel aan gewend dat ze me altijd kutdingen geven. Dus... zo heel veel last heb ik er nou ook weer niet van. Kom jij naar boven of loop je... waar ga je... vriend, je loopt helemaal verkeerd. Die enemy zit daar niet namelijk. Die enemy zit hier, oh. Kijk, hier, daar. Dank je. Samuel, dankjewel, jongen. Ah, we winnen dit sowieso, jongens. Zo, lekker recht, Jan. Een beetje in mijn rug komen, hè. Ik had bijna nog 1000 punten gehaald. 970 in totaal. Keihard gewonnen natuurlijk weer. Dus dat houdt in dat we sowieso weer een win erbij hebben. Dus als het zo blijft doorgaan, jongen. Dan kunnen we... Felix. Er staat bad in je clantag. Dus we weten al dat je slecht bent. Dan hoef je het niet nog te laten zien in de killcam. Nee, grapje, Felix. Felix, niet boos doen. In ieder geval, we hebben dus weer een win erbij. Als we zo kunnen blijven doorgaan, dan gaat het echt heel erg goed. Dus ik zeg, tot en met game nummer 2. Red Boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. We spelen nu map Express en... de map Express vind ik niet zo chill, jongens. Waarom foten jullie er nou op? Nee, het maakt natuurlijk niet uit. We gaan gewoon natuurlijk weer proberen te winnen. We gaan lekker, we gaan hard. Als het zo blijft doorgaan, dan kunnen we een keihoge winstreek neerzetten. Waar we al overig op zitten. Dus, ik zeg beter nu nog air dual wield. We hebben kutspan. Maar dit is echt... ja, ja, oké. Dankjewel, Call of Duty. Dit is echt de meest irritante span die je kan hebben. Want kijk, iedereen rent alweer voor me weg. Er staan daar 4 mensen. Kijk op de map. Er staan daar 4 mensen. Voordat wij er zijn, is iedereen dood. Zie je? Iedereen is dood. En dan kunnen wij maar 1 iemand killen. Dus die span, die moet je niet hebben, jongens. Kijk, hij loopt er nu ook. Hij heeft dezelfde span. Jou hoorde ik. En waar komt die andere aan dan? Oh, hier. Oh, nee. Akimo-wapens, ik haat jullie. Akimo-wapens, ik haat jullie. Zo onbetrouwbaar, die dingen. Oh. Oh, kak. Dat geluk. Die kill had ik niet moeten krijgen, maar dankjewel. Hey, daar is Akimo wel weer goed voor. Random lucky kills gunnen. Oh. Vriend, ik sta er al niet meer. Wat wil je nou allemaal aan het doen? Hij zit me op te wachten, man. Hij wil dat hij me niet kan killen met die Akimo troep. Oh, die vieze... ik kan hem daar gewoon niet raken, joh. Dank je. Alsnog heb ik je. Nou, nu moeten we even weg van deze campspot. Want ik sta hier nou veel te lang al. En dat wil ik helemaal niet. Oké, spant er daar nog een? Ja. Nee, kak, naast me. Oh, what the fuck. Ik zat je te zoeken. Ik wil je weg, jongens. Echt zonder grap. Wat zijn nou aan toe? Oké, ik ren. Fuck it. Niet in mijn rug komen. Oké, we rennen er vandoor, jongens. Ik stond daar te lang, man. Ik heb daar echt geen zin in om daar te blijven campen, namelijk. Sorry. Misschien was het wel handig geweest als ik daar had blijven staan. Misschien hadden we heel veel kills kunnen oppakken, maar... ik heb daar gewoon geen zin in. Net het op één plekje blijven staan. Dikke killsteal. Is niet echt mijn ding. Oké, de ballen. Uh-oh. Jij bent heel dom, jongen. Maar oké, hij zit hier sowieso nog te campen. Nee, ik had hem in zijn hoofd geraakt. Wat een lul. Ik had die kill moeten krijgen, Call of Duty. Kut, we staan nog... uh-oh. We staan nog achter ook. Felix, die staat eerste. Ik weet waar die Felix zit. Die zit namelijk... ja, die zit wel dus op één plek. We hadden toch moeten blijven staan, denk ik, jongen. Kak, crusher. What the fuck, hey. Jongens, ik weet waar die Felix staat, die eerste zit. Want die zit namelijk keihard te campen. Dus die heeft dubbele punten. Maar het is niet zo makkelijk om die vent te killen. Want we spannen serieus niet bij hem. Hij zit namelijk helemaal aan de andere kant van de map. Dus of ik heb nu geluk en ik overleef dit. Of ik heb pech, zoals eigenlijk altijd. En ik ga weer dood. Kijk, ik heb geluk. Hij zit daar, man. Ik wil hem serieus pakken. Hij loopt... daar, dat is hem, dat is hem, dat is hem. Is hij nou dood? Ah, hij is dood. Hij is down, hij is down, hij is down. Oké, chill. Zo, hij is down, jongens. Dan heeft hij nu zijn dubbele punten namelijk niet meer. Want dat is de reden waarom hij eerst stond. Omdat hij op een streak zat. Dan heb je natuurlijk die dubbele punten. Dus nu is hij dood. We beginnen gewoon recht achter hem aan. Niet het allerhandigste om te doen, kan ik je garanderen. Fucking hell! Ik dacht dat die vent nog... ik dacht dat er nog wel iemand leefde van die mensen die hier liep, maar... blijkbaar niet. Felix gaat meteen weer terug naar zijnzelfde plek, jongen. Deze gozer. Jammer, jongen. Niet teruglopen naar dezelfde spot. Dat vinden wij niet zo leuk, namelijk. Kom naar me toe, kom naar me toe. Kom naar me toe, kom naar me toe. Dat doe je niet, fuck. Kut, sorry. Dat doe je wel! Oh my god, Willemboy. Ik snap niks van deze enemies, jongens. Dit gaat niet de goede kant, want we staan met 30 punten voor. Heeft nu iemand geluk met een bepaald wapen, dan zijn wij keihard te lul en hebben we keihard ook verloren. Dus het is niet de manier zoals het hoort te gaan. Nee, ik had... Call of Duty, je neidt me.
Ik wil niet zo verliezen hoor, op deze manier, want dit is echt heel slecht. Nou, ze rennen allemaal voor me weg, jongen. Ik sta maar 20 punten voor, dit gaat... Nee, ze komen niet. Ze durven niet te komen. Zo, daar was ik gewoon weer bijna dood, hè. Ik ga dit gewoon fucking verliezen. Ik ga dit gewoon fucking verliezen. Zo. Een beetje in mijn rug komen, joh. Wat denk je zelf van die man? Ik ben hem nu aan het concentreren, bij de way, jongens. Dat heb ik ook wel nodig, namelijk, in dit potje. Ik sta 50 punten voor, dat is zo weinig. Ze rennen weer voor me weg, kak. Kom, 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 kom. Oh, yo, 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 yo. Hij schiet door de muur heen. Wat een baas. Hij schiet door de fucking muur heen. Dit is het laatste wapen dat er nu aankomt. Dit is het fucking laatste wapen dat er nu aankomt. Dit wordt een kaarde killsteal. Nee, deze keer niet, jongen. Kut, viool. Dat is die gozer die tweede staat. Dat kan niet anders dat hij dat niet is. Fucking hell, jongen. Ja, dat is die gozer die tweede staat. Hij gaat van me winnen. Hij gaat van me winnen door die headglitch. Ik wist nog niet eens dat daar een headglitch zat. Oké, we hebben verloren. Dit is echt bullshit. Yo, man. We staan nog voor, maar hij zit op die... Het is sowieso die vent die hier loopt. Nou, hij loopt nu ook voor me weg. Zou ik ook doen, hoor, maar... Iedereen rent voor me weg. Nog 2 seconden. Hebben wij geluk? Het staat gelijk. Het staat gelijk. Ja, wat nu? Het is gelijk spel. Is dat dan een lose of niet? Deze fans, jongen. Iedereen rent voor aan het einde bij me weg. Gelijk spel. Hebben we dan verloren of niet? Want... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt namelijk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt dat gelijk spel is. Yeah. Volgens mij heb ik in de eerste aflevering uitgelegd of het dan een win of een lose is. Dit... Gelijk spel... Ja. Ik ga het even controleren, wacht. Right boys, ik heb het even opgezocht bij de allereerste aflevering van deze serie. En wat ik daarin zei, aan het einde van potje nummer 1. Als het gelijk spel wordt, telt hij mee als een win. Ik moet echt verliezen, is deze serie afgelopen. Dus gelijk spel telt mee als een win, dan komen we hier echt... fucking goed ermee vanaf. Wat inhoudt dat de winstreek serie nog steeds door blijft lopen. Dus mocht jullie hebben genoten jongens van deze aflevering. Ram natuurlijk zijn kaart op lijken op keiharde geluk. We hadden eigenlijk moeten verliezen. Want wij speelden heel slecht. Alleen ja, we hadden geluk dat die crusher ook heel slecht speelde. Want die kon ook niemand vinden. Dus we hebben geluk gehad. Gelijkspel telt mee als een win. Wat inhoudt dat de winstreek nog steeds door blijft lopen. Dus mocht jullie hebben genoten van deze aflevering. Ram hier beneden op die like op. En zeg ik tot de volgende keer maar mensen. Bye.